deze nieuwe video aan Bolstor. Vandaag gaan we naar de fun. Samen met mijn broer, schoonzus en mijn petekindje. Want wij gaan naar de Sint en zijn pieten. Bij mij is nog een beetje oefenen met al die nieuwe namen. Het gaat echt wel heel leuk worden. Dus ik heb ook zijn pietenkostuum hier. Dus die kan hem even aan als je dat wilt. Het is ook een grotere maat. Het is gemakkelijker ook om overal over te trekken en zo. Dus dat is wel gemakkelijk. En zo had ook nog een verlanglijstje gemaakt samen met mij. Even mooi kiezen wat hij allemaal wou. Dat is wel leuk. En natuurlijk ook een brief dat je aan de goede Sint kunt geven. Dus dat is allemaal wel leuk, denk ik, voor hem. Dus kijk er helemaal naar uit. We zijn vandaag trouwens 11 november. We zijn nu binnen, maar ja, hij is niet in Sint, is ziek. Dus er zal niet veel te zien zijn. En ze had een mooi kostuumje aan, dat wel. Dat was helemaal mooi. Maar ja, normaal zou hij hier gezeten hebben. Maar je ziet het, hij is er niet. Dus ja. En dit heeft hem aan. Kostuumetje, hè. Maar hij is er niet, de Sint. Ziek. Dus ja, geen Sinterklaas. Dus, helaas. Dus ja, daar kunnen we niks aan veranderen. Zo, is weer met zijn buggy bezig aan het rijden. Pas op, hè, dat je niet iemand rijdt. Zo. Dus ja. Dus helaas. Valt er niet veel te zien. Nee, dat is mooi, hè? Nee, dat. Ja, hij is een beetje verdrietig. Hij heeft zijn briefje niet kunnen afgeven, natuurlijk. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk voor kinderen, want kinderen verwachten dat natuurlijk. Hè. Hij heeft zelfs een pietenkostuum aangedaan. Dus daarom. Mijn mondkapje moet niet meer op. Dus, maar kijk. Hij wil graag een bal. Een bal van de Sint. Dus dat kan al eens gebeuren, hè? Sinterklaas kan ook ziek worden. We zitten hier in de buggy, een beetje te memmeren. Want zij stapt ook heel graag. En maar ja, het is een beetje gevaarlijk. Je ziet dat ook, dat is hier echt al een grote ding. Dus we gaan dat niet eens keren, hè? Het gaat in zulke vallen. Ja. En dat gaat in zulke vallen. Dus dat gaan we niet doen. Veel te gevaarlijk. Veel te gevaarlijk, ja. Ik kan dat wel begrijpen natuurlijk. We hebben wel een foto gemaakt daar. Waar hij zo zit. Dat is ook wel qua speciaal. Ik heb dit nog niet meegemocht in mijn leven. Maar het is natuurlijk wel grappig. Natuurlijk, hè. Dus, maar we gaan nu terug naar huis. Dus het is wel grappig. Ja. Ik heb nog een zakje gekregen. Laat eens zien wat zit erin. Laat eens zien, waar is dat? Ja, nog pak het er eens uit. Ah ja, maar dat deed hem toch nog niet. Een lekker stok. Een lekker stok. Een chocolaatje. Ik denk dat dat beter gaat zijn. Chocolade. En een mooie ketting.